No Limits 2, welkom bij deze aflevering. We gaan drie achtbanen bestrijden tegen het kwaad. Ik weet niet tegen welk kwaad. Maar jullie gaan ook beoordelen welke achtbaan hij heeft gewonnen in deze aflevering. Tot aan de intro. Okay, people, let's go to work. En de eerste achtbaan heeft een hele aparte titel. Het is namelijk een mix tussen Nederlands en Engels. Het heet namelijk Rond en Rond. En volgens mij is dit een achtbaan. Oh jee. Ja, we draaien ronden. Dit is een spinning coaster. Denk aan Toverland, de Wervelwind. Denk aan Bobbyland, de Dizze. Allemaal gave achtbanen. Heel leuk vind ik ze ook. En denk natuurlijk ook stiekem aan Fantasialand. Aan... ik weet niet meer de naam van de achtbaan. The Force. The Force of zo, ja. Wow, dit gaat wel iets te snel. Dit ging te snel. Ik denk dat hij iets te hoog is toegetakeld, deze achtbaan. Holy crap, joh. Dit waren de eerste 15 seconden van de achtbaanrit. Of gaan de bladeren heen zelfs. Ik wil toch wel even gaan zweven. En even gaan kijken, want dit gaat gewoon te hard, deze achtbaan. Ik weet niet of dat realistisch is of niet, maar volgens mij is dit te hoog. Ja, want het station is al hoger gemaakt. En zoals je ziet gaat de achtbaan gewoon te hoog. De eerste daling is ook gewoon, ja, te hoog. Kijk, hij maakt gewoon echt een... dit gaat echt te snel. Ja, je gaat keihard dood volgens mij hoor. Een beetje remmen. Anders was hij nog harder. Maar goed, ik vond hem wel heel leuk. En daar gaat het ook om. We gaan nu de Reversion doen. We werken van onder naar boven. Ik weet niet, dikke YOLO. Het is nacht. Wow, wat is er met die speciale aparte achtbanen? Ik ga binnenkort naar Duinruil. Misschien ben ik al naar Duinruil geweest nadat je deze video hebt gezien. Maar... daar hebben ze dus ook de Falcon uit mijn hoofd. En de Falcon gaat ook recht omhoog. En als het goed is ook de nieuwe... nee, de nieuwe dive coaster van Efteling gaat niet zo omhoog. Dus dat is even Alt+7 even uit mijn hoofd. Maar ik weet wel een aantal achtbanen die omhoog worden getakeld op deze manier. En dat is geweldig, want dan ga je ook recht naar beneden. En meestal is het dan een looping. Maar bij deze keer is er gewoon een hele simpele kurkentrekker. En wauw, wat een... halen we dit? Holy, dit haal ik ook maar net hoor. En nu komt pas de looping. Dus dit was gewoon een voorafje. En dat maakt het wel gaaf, want dat gaat wel lekker soepel en vloeiend. Met licht is er heel erg leuk gebruik gemaakt voor deze achtbaan. Dit is wel een heel saai moment nu. Ik hoop dat daar snel verandering in komt. Dat er wat scherpe bochten aankomen. Want daar is deze achtbaan eigenlijk wel bedoeld voor, vind ik zelf. De scherpe bochten. En er gebeurt eigenlijk heel weinig. Ik vind de achtbaan heel saai geworden in één keer. Oh, wauw, dat vond ik echt wel jammer dit. Het begin was leuk, origineel. Maar het einde is zoiets van, nou, we zitten in een versnelde rit in een karretje. In zo'n stoomtreintje. Ja, dat vond ik echt jammer. De achtbaan is fantastisch. Kijk, ik vond de afdaling leuk. Hier, je krijgt... je gaat over de kop hier zo. Kurkentrekker. Nou, je komt nog net hier. Een looping en dan hadden we eigenlijk naar het einde gemoeten van de achtbaan. Dus de achtbaan is iets te uitgerekt. Maar dat geeft niet, het was een leuke baan om te doen. En ik vond vooral de layout heel leuk, dive coaster. Heel random, dive coaster, dat is de naam. Lololol, de dive coaster. Oh jee, wat gaat er gebeuren? Het platform gaat naar beneden. Is dit goed of is dit positief? Dit is zeker een dive coaster. Dit mogen we vergelijken met... de nieuwe achtbaan van de Efteling. Alleen bij de Efteling hebben we geen bocht. En naar beneden, maar gaat hij al gelijk naar boven en gelijk naar beneden. En er zitten ook wat nieuwe dingen in. De Efteling gaat echt een hele goede achtbaan krijgen. Het wordt gewoon echt een hele goede achtbaan. Gewoon een hele goede Nederlandse achtbaan. En daar is de Efteling zeker goed in. Ze hebben niet voor niets bewust de keuze gemaakt om een dive coaster te nemen. Het is gewoon echt zo slim bedacht door de Efteling. Ik bedoel, ze hebben de Python, ze hebben een auto-achtbaan, ze hebben... ja, een hangachtbaan mist nog, maar... ja, heb je wel het gevoel dat je met je kop weer overal tegenaan stoot? Dat is heel vaak bij een
hangende achtbaan. En dit is fijn, want je gaat onder de grond door. En dat gaat ook bij de Efteling gebeuren. En dan gaan we. Oh, die speed. Ik voel het. En dit krijg je ook bij de Efteling trouwens. Wat je nu ziet. Dus dat is ook gaaf. Ik heb nog even een soort kurkentrekkertje. En het blijft nacht. Nog een kurkentrekker. Maar nog niet helemaal scherpe bocht hier. Gaaf joh. Een hele lange achtbaan. En we gaan weer de grond. We gaan weer een daling krijgen. Meen je dit? Voor de tweede keer. Oh, dat is echt wel heel gaaf gedaan, vind ik. Maar dit wordt niet zo'n hele diepe daling. Nee, zie je het? Maar wel gaaf dat het twee keer het wordt gebruikt. Oh, nou verliezen we echt speed. Maar dat maakt het ook wel weer heel gaaf. En we gaan over het water een stukje. Ja, huppakee. Oké, hele rare geluidseffecten. Nou, dit vond ik een heel erg leuk baantje. Nee, maar even serieus. Ik vond het echt een fantastische achtbaan. Heel leuk. Thematisatie is fantastisch. Ik vind in mijn hoofd, ook wel een beetje natuurlijk, dat deze achtbaan doorgaat naar de volgende ronde. Ja, vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Dat kan via dit middel. Let op. Zo. En laat ook even in de comments weten welke achtbaan doorgaat naar de... Nou, naar de volgende ronde is niet, maar doorgaat in jouw ogen. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet geen like achter te laten. En tot ziens. Doei!